Deze nieuwsuitzending die gaat over de coronacrisis en geld. Ik heb hier een artikel gevonden van rtlz.nl, officiële media. En de titel van het artikel luidt: Achter de schermen bij operatie uitleen en opkoop van 93 miljard. Dus. Dit is. En waar het om gaat is dit. 93 miljard. 93 miljard dat is 93.000 miljoen. En wij wonen hier in Nederland met 20 miljoen mensen. Dus 100 miljoen. 100.000 miljoen gedeeld door 20 miljoen. Toch? We pakken even de rekenmachine erbij. Even goed weten hoe wij getild gaan worden. En wat dit allemaal gaat kosten. Dus ik zeg uh, 100 en dan. Het moet dus miljard worden. Hè? Dus, en we doen het in miljoenen. Dus 100 en dan 1, 2, 3. En dit is 100.000 miljoen. En dat delen we. Door de 20 miljoen Nederlanders. En dan houden wij over. 5000 euro per Nederlander. Nou, ik zal je een tipje van een sluier oplichten: te weten mijn financiële situatie. En. Nou, ik heb tijden gehad en dan had ik op een spaarrekening een behoorlijk bedrag. Momenteel heb ik op mijn spaarrekening nog geen 1000 euro. En op mijn rekening courant staat nu iets van 100 euro. En ik krijg overmorgen mijn salaris. En dan komt er weer iets van 1000 bij. Dus dan ben ik kortstandig eigenaar van ongeveer 2000 euro. Het punt is dat ziektekostenverzekering, die jongens en meisjes, die willen van mij 140 euro in de maand hebben. Ja. Met andere woorden, misschien, ik weet het wel zeker, ooit had ik voldoende spaargeld om zo'n 5000 euro. Te kunnen doneren aan het bestrijden van de nadelige gevolgen van de maatregelen die ze getroffen hebben voor dat corona-gebeuren. Maar nu zou ik even niet weten waar ik dit, dat geld vandaan moet halen. Want die duizend euro die ik heb als buffer, die heb ik nodig. Mijn wasmachine. Die is nu tien jaar oud. En daar ben ik heel zuinig mee. En ik smijt er niet mee. En ik gooi er niet mee. En, uh, en ik reinig het filter en zo. Maar dat ding heeft het eeuwige leven niet. En dan? Dus ik heb die duizend euro spaargeld hard nodig voor mijn eigen. Om er maar te zwijgen over mijn bril. Ik ben uh, visueel gehandicapt. En brillen die kosten mij in de regel 800 euro. Oh, dan moet je niet zo'n duur montuur nemen. Uh, ik bedoel de glazen. Ik ga rustig naar 300 euro per glas. En ik heb er twee nodig, want ik heb twee ogen. Dus ik heb het niet. En dan kan je zeggen van ja, maar Peri, als jij dan gaat sparen, ja, ik moet sparen, want duizend euro op de spaarrekening, dat, dat is niet genoeg. Ik heb toch echt iets meer nodig als buffer. Dus ik moet al sparen om mijn buffer omhoog te schroeven. Ik wil graag een buffer hebben van 2000-3000 euro. En, en meer hoef ik ook niet. Maar dat ik wel. Ja, uh... ja, je hebt een tegenvaller. En dan moet je even naar je bank kunnen bellen en zeggen: nou, Doe me even een uh, hapje geld. En je wil niet bij het minste geringste naar de gemeente hoeven te stappen voor bijzondere bijslag. Tenminste, ik wil dat niet. En dan moet ik daar bovenop nog gaan sparen om die 93 miljard op te gaan hoesten. En dan kan je... Nou, dan denk ik dat ik zou kunnen regelen dat ik 50 euro per maand opzij ga leggen. Dat is een 600 euro per jaar. En dat moet ik dan dus tien jaar volhouden. Ja, maar dan ben ik inmiddels 70. En al drie jaar met pensioen. En dan heb ik alleen nog maar gespaard. Om de eerste vijf maanden van 2020 om de schade die de maatregelen tegen de corona uitbraak hebben gekost, om alleen die schade van die eerste vijf maanden op te hoesten. Maar we zijn nog niet eens op de helft van het jaar. En ze zitten nu al te praten over de schade die de komende corona maatregelen gaan veroorzaken, namelijk in de herfst, als ze we waarschijnlijk weer de hele economie plat gaan leggen. Dus als we een beetje pech hebben, dan is die 5000 euro die de jongens en meisjes nu bij operatie uitlenen en opkopen in onze nek schuiven, dat wordt misschien nog wel vier keer zo hoog want de overheid staat er niet onbekend... dat als ze van tevoren zeggen dat iets duizend gaat kosten... dat dat dan uh, ook duizend kost of achthonderd... en ze hebben een keertje wat over. Want meestal als de overheid zegt dat het duizend kost... dan blijkt uiteindelijk dat het 3000 kost... en dan konden ze daar niks aan doen. Ja, maar dat houdt in dat ik dan dus tot aan mijn negentigste... 50 euro in de maand opzij moet gaan leggen. En dat alleen maar om de gevolgen van één jaar lang corona-maatregelen, om die schade te kunnen dekken. Ja, maar wat wordt het dan volgend jaar in 2021? Of anders gezegd. Mijn schuld is in de periode januari, februari, maart, april, mei, die vijf maanden, is mijn schuld toegenomen met een tempo van 1000 euro in de maand. Maar dat is mijn netto salaris. Dan krijg ik dan nog een beetje zorgtoeslag bovenop en daar ben ik al hartstikke dankbaar voor. Ik klaag niet. Ik kan me daar uitstekend mee redden. Maar als ik dit persoonlijk had gedaan, als ik dus in de afgelopen vijf maanden elke maand een, een lening had aangesproken van 1000 euro, Dan was ik volslagen onverantwoordelijk bezig geweest met mijn financiën. Ja of nee? Je, je gaat toch niet je maandelijkse inkomen erbij lenen. omdat je zo graag een Mercedes 300 SEX wil gaan rijden? Ik heb niet eens een auto. Ja, ik heb een, uh, een deelauto samen met Wim Kruidertuin en uh, de grote boze man. Die zo bang is voor de CO2-verandering. En die auto die kost me dan uh, 18 euro in de maand. Dus de uh, lidmaatschap. Ja, het is me wat. En nu gebeurt dat dus. En vorig jaar oktober is er een conferentie geweest. waarbij ze een, wat noemen het, een soort rollenspel hebben gespeeld. Het heet een tabletop exercise. Een oefening op papier. Van hoe te handelen bij een uitbraak. van een ziekte die corona heet. Dat was oktober vorig jaar, toen niemand nog wist dat Wuhan een plaats was in China. En toen hebben ze in, bij die papieren oefening, die tabletop exercise, voorspeld dat die uitbraak, die moet je bestrijden door de economie plat te gaan leggen want anders gaan mensen elkaar besmetten en dat moet je niet hebben, dus iedereen moet thuis gaan zitten en dat gaat grote gevolgen hebben voor de economie en dan moet er een noodfonds zijn om de mensen die schade hebben geleden van die economische maatregelen om die te gaan helpen. En wie, oh wie, wordt de beheerder van die noodfondsen en? Om hoeveel geld hebben we het eigenlijk? Want we kunnen natuurlijk niet de wereldwijde economie gaan redden met 3,95 euro. Nou, en die tabletop-exercise, die oefening op papier, die is dus gehouden bij het congres 201-201 de notulen, verslagen, videoverslagen zelfs, die staan op internet. Kan je zo opzoeken. En dat hele gebeuren is gefinancierd door met name het Wereld Economisch Forum en de Bill en Melinda Gates Foundation. Goedemorgen allemaal. Met andere woorden, ze hebben aangekondigd in oktober vorig jaar dat ze mensen zoals Perry Winkel uh, voor uh, een bedrag van 1000 euro per maand in de schulden gaan storten. Want wat mij treft, dat treft ook mijn buurvrouw. En mijn dochter. En Wim Kruidentuin. Het iedereen heeft die 5000 in zijn nek. En het enige wat jij kan aanvoeren is dat je zegt: van ja, nou, uh, daar merk je niet gelijk de gevolgen van. Dat, dat is een lening, die hoeven wij nu nog niet direct terug te betalen. Nee, maar die gaan we wel terugbetalen. En wie gaat dat terugbetalen? Ik niet. Want ik ben straks dood. Als de lening nog niet helemaal terugbetaald is door mij. Ga daar maar vanuit. Ik, ik zou niet weten hoe ik een dergelijke som uh, op mijn erfenis na kan laten met een briefje erbij van geef maar terug aan Mark Rutte. Want dat krijgt hij nog van mij. Nee, dan moet iemand anders maar gaan betalen. Ja, maar wie dan? Immigranten. Met een cultuurprobleem. Of een cultuurschok. Of uh, ze worden gediscrimineerd. Of uh, ze spreken de taal niet goed. Of ze voelen zich niet welkom. Nou, die moeten het dan maar gaan betalen. Ja. En dan zie je hier ook nog zo'n mooie foto erbij. Kijk, zo gaat het in zijn werk. Uh, dit zijn de jongens en meisjes die middels de operatie uitlenen en opkoop. Dit even gaan regelen, zodat het allemaal netjes op papier staat. En dat het goed is vastgelegd met machines uitgerust met Windows 10. Met allemaal kabels erbij en dan van die kale mannen met keurig geschoren baardjes en een overhemd en een mooie bruine leren riem. En een iPhone, een smartphone. iWatch. Smart. En dan twee vrouwen erbij en die een heeft een rode jurk aan en die andere heeft iets met wit en... En die kijken dan of die jongens die op die toetsenborden lopen te hameren. of die het wel in het juiste tempo doen. Want er moeten dus wel 5000 euro per Nederlander worden opgehoest. Ook per baby. Ja, 20 miljoen Nederlanders, daar zitten niet alleen werkenden onder. Maar ook bejaarden en criminelen en. Uh, andere mensen die. Uh, niet meer productief zijn, of nog niet productief zijn omdat ze te jong zijn. Dit is pure diefstal. En ze storten Nederland in een. in een, in een crisis. Ze, ze verzinnen zo'n hype met zo'n pandemie. En dat ze dan de economie plat gaan leggen. En dat levert een enorme economische schade op. En dan gaan ze ons uh, dwingen om geld te gaan lenen. Wat wij terug moeten gaan betalen om die schade te repareren. Ja. ja. En moeten wij dan in paniek raken? Moeten we gaan huilen? Moeten we in een opstand komen? Moeten we dit soort vrouwen in rode jurkjes uh, het hoofd kaal gaan scheren? Omdat ze uh, ja, collaborators zijn? Van de onderdrukker? Ja, misschien wel. Ik denk beter van niet. Ik denk dat je dit beter uh, maar kan accepteren. En dat je snapt dat criminaliteit op dit niveau. Wat zo met wetten en rechters en politie en legermachten wordt afgedwongen. dat je daar maar beter niet tegen in opstand kan komen. En dat je maar beter je kinderen kan vertellen. dat dit de criminelen zijn. Collaborators. Jojo. Ik ben benieuwd hoe dit af gaat lopen. Ik ben benieuwd of onze nieuwe generaties zich nog bewust zullen zijn dat er tijden waren waarin Nederlanders niet tegen bedragen à la 1000 euro per maand dieper in de schulden worden geduwd. Dat er tijden waren dat mensen die een leven lang gewerkt hadden een behoorlijke spaarrekening hadden. En dat ze konden gaan genieten van een mooie, fijne, interessante oude dag. Wij zijn in een rap tempo bezig om afstand te doen van kapitaal. Christus heeft gezegd, geef alles weg. Al dat bezit dat, dat is verwarrend, het kost je tijd, het leidt je af. En beter hou, je, hou jij je bezig met zaken die wel belangrijk zijn voor jouw leven, namelijk het eeuwige leven. En dat bereiken we niet door ons te gaan hechten aan spulletjes. Dus in dat kader maakt het niet zo gek veel uit dat wij beroofd worden in een misdadig hoog tempo van geld dat we niet eens hebben. Ja, ga dit maar uitleggen aan de volgende generatie. Hoe zij de, hoe heet het, de underwriter zijn, hoe noemen wij dat? Dus de, dat je een garantstelling hebt. Dus iemand staat garant voor jouw lening. Nou, en wij, de, de oudere generatie, wij hebben die lening. En wie staat er garant? Wie gaat betalen als wij dat niet kunnen? Nou, dat is de jeugd. De jeugd die krijgt een schuld in de nek. En waarom? Nou, omdat de oudere generatie het heeft laten gebeuren. Dus, kunnen, ja, dan dus die nieuwe generatie die krijgt toch wel een klein beetje een, 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 een geïrriteerd gevoel als ze dan door Mozes worden opgeroepen om eer te hebben voor hun vader en hun moeder. Dus de nieuwe generatie die kan lekker gaan meezingen met de Temptations. A daddy was a rolling stone, my son. And all he ever left was alone. Nou, dat mooie nummer in B-mineur. It was the 5 of September. The day I always remember. That was the day my daddy died. Ja, leuk is dat je vader gaat dood... En dan komt iemand op je af en die zegt van nou, ik krijg nog uh, duizend hè, van je vader. Ja. En wie gaat het nou betalen? Hè? Jij dus. Dat is de erfenis van je vader. Dat jij nog een lening mag uh, ophoesten. Die die uh, flapdrol uh, is aangegaan bij leven en zich niet afvroeg hoe hij dat ging terugbetalen. Tja. Hey, er komen tijden aan waarin wij geconfronteerd worden met het feit dat, dat het misdadig is om de jeugd op te zadelen met een financiële verplichting om niks. Het is een goed gebruik bij een bedrijf dat een bedrijf alleen naar een bank mag gaan of een andere investeerder voor een lening als het gaat om het aanschaffen van activa, machines en gebouwen. En dat je niet bij de bank mag gaan lenen voor het financieren van het jubileumfeest van Joris Driepinter. En Dat hoor je te betalen uit de eigen bedrijfsmiddelen namelijk. En onze overheid, die, die bestookt ons met campagnes als. Pas op, lenen kost geld. Ja, nou ja, die posters die moeten ze ophangen in de Tweede Kamer. Ze moeten alle computers van overheidsmedewerkers. die krijgen standaard verplicht geïnstalleerd een screensaver. En als je 30 seconden lang je toetsenbord niet aanraakt. dan wordt het scherm zwart. En dan staat daar in witte letters: pas op, lenen kost geld. Zodat die ambtenaren dat niet vergeten. Nou ik kan die screensaver niet uit, want uh, ik weet inmiddels wel hoor, dat lenen geld kost. Dus uh, ik wil mijn screensaver uh, eraf. Ik wil een andere. Ik wil konijntjes. Of een aquarium. Met leuke visjes. En dan zeggen wij: nee. Je gaat eerst maar eens laten zien dat jij begrijpt dat lenen geld kost. In die zin dat die staatsschuld uh, per nu uh, uh, ingelost wordt. Afgelost. Dat wij tegen de Europese Unie zeggen van jongens, uh, dat is allemaal best. Maar voordat wij nog een cent aan de Europese Unie gaan betalen, gaan wij eerst onze staatsschuld terugbetalen. En als onze staatsschuld helemaal afgelost is, hebben we toch wel tijd voor nodig. En in die tijd gaan wij eens nadenken over dat wat een Europese Unie ons eigenlijk mag kosten. En wat we daarvoor terug willen. Welke dienstverlening nemen wij af van de Europese Unie? En wat mag dat kosten? Een overheid met schuld. Ben je helemaal gek geworden? Maar dat gaat voorlopig niet gebeuren er staat dan af en toe in de krant van nou de staatsschuld is gedaald dit jaar en daar moeten we dan blij mee zijn. Nee, ik wil niet een daling van de staatsschuld. Ik wil dat de staatsschuld afgelost wordt en dat er niet meer geleend wordt door de overheid. En dat is geen rare wens. Dat is alleen maar verstandig, want lenen Kost geld. De dingen die ook geld kosten. Is, zijn. De, de, de wetgeving. Bijvoorbeeld de wetgeving op de BTW. de Belasting op de Toegevoegde Waarde. Die wetgeving is. fraude. Uitnodigend. En dat weten we ook, want in de Europese Unie is het bedrag wat jaarlijks wordt gefraudeerd met BTW, het gaat om, ik dacht hier in Nederland, 500 euro per jaar, wat je als Nederlander kwijt bent aan fraude met BTW. En de Belastingdienst maar zegt van ja, ja, we kunnen er echt bijna niks aan doen hoor. Die ja, is met je Europese regels en ja, we kunnen ze bijna niet pakken. Nee, daar gaat het ook om. Die BTB-wetgeving, daar zit een enorm gat in. En dat wordt gebruikt om ongelooflijke hoeveelheden euro's af te tappen uit de economie. Jaren geleden zei ik dit tegen een vriend van mij en die zei, ja, dan ga jij me vertellen dat die BTW-wetgeving dus volgens jou eigenlijk alleen maar verzonnen is om uh, fraude mogelijk te maken. En ik zei, ja. Ze ja, dat kan niet. Nee, zo is de overheid niet. Nee, nee. Nee, we hebben buren en die, die tillen ieder jaar de, de reisverzekering en dat weten we wel. En dan moeten we om lachen. Maar als je het hebt over de overheid, dan zijn er plotseling allemaal heilige boontjes geworden. Die echt nooit dingen zullen doen hoor, omdat uh, dat het onverstandig is en dat ze de nieuwe generatie in de schulders donderen. Nee, zo is de overheid niet. Nee, nee. 93 miljard. Operatie... Wat was dit nou? Uitleen en opkoop. Ja, geef het maar een mooie naam die niemand begrijpt. Want wat is uitlenen en wat is opkoop? Het enige wat je weet, het gaat om 93 miljard. Oftewel 100 miljard. Oftewel 5000 euro per Nederlander, baby's meegerekend. Nee, het is een schandaal en dit wordt niet betiteld als een schandaal. Ik kan me goed voorstellen dat mensen zoals mijn moeder, dat die dan denken bij zo'n bedrag van uh, 100 miljard. De, de denken van: oh, nou ja, je, dan, uh, maar dan gebeurt er tenminste wel wat. Ja, je bent 100 miljard kwijt. En nu lopen ze al te brullen van: ja, en die 100 miljard die. Uh, uh, dat moet dus geleend worden hè, door de Nederlandse burger. En dan dat geleende geld, dat gaan wij uitgeven. Ja. En dat geven we dan uit aan uh, groene projecten met uh, CO2. Want dan is het wel goed. Ja, ik ben niet sprakeloos. Het is moeilijk om de situatie te beoordelen zonder dat je uit mond in grote scheldpartijen en vieze woorden gaat gebruiken. Als uh, laaien lichter. En zo maak Rutte maar lachen. Een rare samenleving. En dan moet je per 1 juni met een mondkapje in de bus. En dat terwijl ik niemand ken met corona. Ik heb nu een scooter om mee naar mijn werk te gaan. En dat scheelt mij dan 40 euro in de maand. Dacht ik. 60. Ja, dat is voor mij leuk. Hè? Dat is weer 16. Dus. Nou, dan heb ik dat ding. En dan vind ik het leuk om dan naar mijn dochter te rijden. Met dat knetterding. En dan gaan we samen een ritje maken. Dan gaan we even naar Latum op en neer. Of naar Giesbeek. Of Groesbeek. Maar dat mag niet. Want het. Zij mag niet achter op mijn scooter zitten. Want dan houden we geen anderhalve meter afstand van elkaar. En aangezien zij en ik niet op hetzelfde adres wonen, is dat dus verboden. En ik heb helemaal geen corona. En mijn dochter ook niet. Die heeft glutenallergie en. Lactoseallergie. En dat is het. Nee, maar ze mag niet met papa even een eindje gaan rijden op zijn nieuwe scooter. Nou, nieuw, maar joh. Ja. Voor de veiligheid, snap je? Waar ik werk, daar is een vrouw en die houden ze apart van de andere woongroepen. En die vrouw heeft heel erg onaangepast gedrag. Dus die heeft een hele bungalow voor zichzelf. Zo'n is een bungalow waarbij de... Zij heeft dan een kamer voor zichzelf met een badkamer eraan. Dus dan denk je, nou dat is lekker luxe. Alleen haar kamer, daar staat alleen maar in een bed. Van gietijzer. Het beddengoed, dat wordt s morgens afgehaald. Dan gaat ze anders toch alleen maar mee lopen gooien. En in de badkamer, daar is een toilet. Maar dat toilet heeft geen bril. Want die molsen. Die vrouw is gediagnosticeerd als een zwaar uit de hand gelopen jeugdtrauma-uitwerking. Haar vader heeft er in de steek gelaten toen ze één was. Daar is ze nooit overheen gekomen. Nou, haar moeder kwam elke week even langs. Nou, los van die moeder komen er bij die vrouw elke dag twee, drie à vier verschillende mensen. Want die vrouw die moet één op één begeleid worden. En alleen als ze slaapt, dan neemt de luisterdienst het over. En wordt er iemand gebeld als ze wat horen. En dan als die persoon wakker... Nog voordat die persoon wakker wordt. is er alweer iemand in die bungalow. om haar te helpen met opstaan en eten en douchen. En die vrouw. het is zo'n enorme aandachttrekker. Je word je doodmoe van. Die schreeuwt de hele dag. en die slaat met de vuisten op de deuren en op alles. En. Ja, ze kan niet praten, ze kan alleen maar krijzen. Daar ben je doodmoe van. Dus dat, een dienst draaien daar. Ik doe dat werk niet, hè? ik doe alleen maar schoonmaken. En ik ben daar twee weken lang een uur per dag geweest. Dus ik was ook zo iemand. En nu doet iemand anders die klus. Ja, die mensen mogen allemaal daar naartoe. Dat kan ook niet anders. Als je die vrouw aan haar lot overlaat, dan gaat ze dood. Of dan, krijg je, dan krijg je hele grote problemen. Dan kan je een ambulance gaan bellen. En dan zijn we nog verder van huis. Dus die mensen, die moeten wel komen. De enige die niet moet komen, dat is haar moeder. Vinden ze. Dus nou mag die moeder niet meer komen. Want ze zou haar dochter eens kunnen besmetten met corona. Maar die andere medewerkers, die mogen wel allemaal komen. En die komen overal vandaan. Westervoort, Veenendaal, Nijmegen, Elst, Apeldoorn, zeg het maar. Ja, die mogen wel. Haar moeder niet. Oh, het is niet zo erg hoor, want ze had toch al een jeugdtrauma. Hè, dat ze in de steek was gelaten door de vader. Hè. En dan nu wordt ze ook nog in de steek gelaten door de moeder. Dus nou ja, er is wel iemand die is er al uh, behoorlijk aan gewend om in de steek gelaten te worden door de ouders. Dus ik denk dat, het, uh, well, dat ze er eigenlijk wel goed tegen kan. ...te schandalig voor worden. En op vrijdag... ...dan heb ik een korte dienst... ...en dan zit ik stipt... ...om vijf over twaalf... ...bij de bushalte. En er zat er altijd een man... ...en daar heb ik een paar keer... ...een praatje mee gemaakt. Dat was een aardige man. En omdat hij daar iedere vrijdag zat... ...vroeg ik aan hem een keer... ...van goh, werk je hier ook... En hij zei: euh, Nee, hij was met pensioen. En hij zei: Ik kom hier iedere vrijdag langs, want dan ga ik op bezoek bij Henk. En Henk kende hij dan al heel lang. En hij zei: van, Ja, er komt helemaal niemand op bezoek bij Henk. En ik doe dat dan wel. Elke week kom ik even langs. Altijd van 11 tot 12. Hij zei: Dan ga ik met Henk lunchen. En dan eten we een kroketje. En en dan zijn we weer klaar. En dan ga ik lekker naar huis. En dan staat het weekend voor de deur. Ja, die man mag niet meer komen, hè? Nee. Nou, kijk, maar die Henke. die, die kreeg toch alleen maar bezoek van hem. Dus uh, ja, die kreeg toch al niet zoveel bezoek. En nou krijgt hij helemaal geen bezoek meer. En dat is dus niet erg. Want hij was er toch al aan gewend dat hij. Uh, bijna geen bezoek kregen en nou helemaal niet en ja dus dat is niet erg nee nee ja het is wel namelijk het gaat wel om die patiënten die bewoner hè. dus dat hij dus geen risico loopt snap je want anders gaat hij dood aan de corona ja, ja. en nee, nu nu kwijnt hij gewoon weg En ook dat op die, dat terrein waar ik werk, daar zijn dagbestedingen. En die dagbestedingen zijn voor die mensen, die bewoners, heel belangrijk, want dat breekt de dag. Wat moeten die mensen anders doen? En op de dagbesteding, daar gaan ze kleien en puzzelen en liedjes zingen en zeg maar wat. Ook is het heel fijn dat die mensen dan overdag van de woonlocaties af zijn, zodat mensen zoals ik daar de toiletten kunnen schoonmaken en de gangen en de deurposten. En geloof me nou maar dat daar schoongemaakt moet worden. De ontlasting zit zelfs aan de bovenkant van de toiletdeuren af en toe. Ja, en door die coronamaatregelen gingen die mensen dus in eerste instantie helemaal niet meer naar die dagbestedingen toe. En waarom niet? Ja, dan kunnen ze elkaar besmetten. Die mensen zitten al jarenlang met z'n allen op een gebied van één bij één kilometer. Een mannetje of 200. En niemand heeft corona. Nee, maar die bewoners mogen niet meer samen gaan kleien. Nee, maar de begeleiding die moet wel uit Westervoort en Dieren en Apeldoorn en Elsten en Wageningen wel elke dag daar naartoe komen. Dat mag wel. Dus ik heb meegemaakt dat die bewoners niet naar de dagbesteding gingen en dat gaf een logistiek probleem op de woonlocatie. Bijvoorbeeld, wanneer moet Perry dan schoonmaken? Deze mensen zijn niet voor de poezen. Ik ben daar twee keer geslagen. Tijdens mijn werk. Daar werd ik in de rug aangevallen. En ik kreeg een dreun. Nee, dat was allemaal dankzij die coronamaatregelen dat je dat soort idioot toestanden kreeg. En het is toen opgelost door de mensen van de dagbesteding naar de locatie te laten komen. Ja, dan wordt het nog drukker op die woonlocatie. En toen heeft er ook iemand gezegd: maar Ja, waar slaat dit op? Er is nog steeds de godganse tijd heel veel intermenselijk contact. Alleen dat vindt nu plaats op de woonlocaties in plaats van de dagbesteding. Dus inmiddels is het nu zo dat s'morgens als ik kom, is 80% zit weer lekker te kleien en puzzeltjes te maken en liedjes te zingen bij de dagbesteding. Ja, nu mag dat weer wel. Maar we hebben die tijd gehad dat het niet mocht. En dan krijg je ook dingen als dat. Uh, uh, deze mensen die maken nogal wat kapot. Je staat ervan te kijken wat ze weten te mollen. En onderhoud, uh, dat mocht dan ook niet meer. Dus dan sta ik een toilet schoon te maken en is die lamp is kapot. Ja, beter maak ik een toilet schoon met goede verlichting, zodat ik ook in de hoekjes kan kijken. En zo'n lamp kan dan niet gerepareerd worden, want dat geldt dan niet tot essentieel onderhoud, dus dat kan wel wachten. Ja, ja. 93 miljard euro in vijf maanden tijd. En maatregelen die slaan als een tang op een varken. Mijn tante, die er leven lang gewerkt heeft in de medische industrie als medisch analiste. En die heeft ook veel virusonderzoek gedaan. Met name naar HIV. Dat virus wat gedoodverfd is als de veroorzaker van aids. En zij zegt dat virussen enorm kwetsbaar zijn. Dus zo'n anderhalve meter afstand is ruim voldoende. Los van het feit dat als een, jouw lichaam in aanraking komt met een virus, dat de kans dat dat virus postvat in jouw lichaam, die is niet 100%. En bij de mensen waarbij dat virus aanslaat. En dat zij hun eigen cellen dus uh, dat virus gaan laten produceren, dat doet een virus. Dat komt in je en dat gebruikt jouw gezonde cellen om zichzelf te gaan dupliceren. En dan word je ziek. Nou, van de mensen die, uh, die corona ziek te krijgen, daarvan werd er gezegd dat 3% doodgaat. Inmiddels is dat aantal met een factor 100 verminderd. Ze hadden zich toch een klein beetje vergist. En overal zijn er coronadoden. Maar waar dan? Ik ken niemand met corona. En mijn tante die kende dan wel mensen met corona en die ook overleden waren. En dat wist ze dan van mensen die werkten in ziekenhuizen, ex-collega's. En zij zei, ja, het speelt wel. Het punt is dat die mensen die eraan overlijden... die waren al oud en zwak en stonden op de nominatie om... Ja, niet nog 130 jaar te leven. Want het leven houdt een keer op. Dus het gaat hier om natuurlijke doden. Die we dan voor het gemak maar even gaan schuiven onder het kopje corona. En ik ga ervan uit dat ze al de geschiedenisboekjes klaar hebben. Om onze jeugd zo dadelijk te gaan vertellen dat de maatregelen die getroffen werden in 2020. Dat die levensreddend waren. En uh, prijzen aan onze overheid. Dat ze zo grondig wisten in te grijpen. Want anders waren we allemaal overleden. Aan de corona. En dat we nog een standbeeld krijgen voor ab osterhuis en die dokter Fauci. En dat mensen die zich dan uh, minachtend uitlaten over de daden van deze twee uh, maloten, uh, die kunnen nog een gevangenis krijgen. Straf krijgen ook of een Facebook-ban. Die worden geëxcommuniceerd uit de kerk. Zij zullen niets aan het toeval overlaten. Ze houden met alles rekening. En waarom ook niet? Als jij een dievenbende bent en je hebt een plan om van iedere Nederlander 5000 euro af te gaan troggelen. Ja, dat levert nogal wat op. Hè? Dus daar neem je alle tijd voor. Op slotverrekening bij 20 miljoen Nederlanders persoonlijk langsgaan en overal 5000 roven. Dat is echt enorm veel werk. En veel beter laat je dat doen door zo'n team, wat je hier dan kan zien. Hè? Met een paar van die mooie dames en wat heren in een mooi overrend met een Windows 10 computer. En die regelen dat even centraal. En de invordering, de incasso, dat komt later wel. We gaan eerst even in Windows 10 opslaan over hoeveel geld het ook alweer betrof. Hoeveel geld het betrof. En welke rentevoet we daaroverheen gaan heffen. Want dat gaan ze ook nog doen. Ja, kijk, dus steeds heb je duizend geleend, Maar we zijn nu tien jaar verder, dus we willen 15.000 terug hebben. Ja, maar uh, we hebben maar 10.000 geleend en nu wil je 15.000 hebben. Ja, dat is rente, uh, Niet zeuren, Nee, dat worden armoedige tijden voor ons. En wij doen denk ik niks verstandigers dan... sprakeloos in onze Berend Boudewijn tv-stoel... achterover te zitten en te denken... Jeetje, kan het zo ook? Het was Plato die heeft gezegd... Uh, als je niet actief zelf politiek bedrijft als verstandige, uh, dat je dan impliciet akkoord gaat met het feit dat je geregeerd gaat worden door een stelletje rand te bieden. Dat is Plato. En ik ben geen fan van Plato, de rare snuiter. En. Uh, hij heeft een punt. Wij hebben de politiek uit handen gegeven aan mensen die zich niet verdiept hebben in het feit dat lenen geld kost. En dat het een schandaal is dat je andere mensen een lening oplegt. Omdat je een reparatiefonds wil om de schade te vergoeden die je zelf hebt veroorzaakt. ja, maar ja, dus voor de levende is er niks aan de hand. Wij staan voor ons leven onder contract met onze vader, onze vader die het leven schept en die weet wat je nodig hebt, en zelfs al je haren zijn geteld. Dus. Hij is de enige die wij vrezen. Hij is de eigenaar van onze ziel. Dus je. En al die andere dingen, dat zijn omstandigheden. Dat zijn de omstandigheden waarin onze vader aan ons vraagt om te leven en Hem te dienen. En dankbaar te zijn voor het feit dat jij mag werken. Voor hem. Goeie hè? Nou, zo'n mooie nieuwsuitzending over de corona-toestanden en het geld. En hoe de jongens en meisjes van onze regeringsgebeurens uh, fijn meewerken en denken dat ze er hier levend mee. Gaan komen. Levend vanaf gaan komen. Levend mee weg gaan komen. Nee, deze mensen gaan regelrecht naar de hel. In hun rode jurk. Tot de volgende.